Nou, iedereen weet het wel zo'n beetje. We gaan naar Duitsland toe. En wat heb je in Duitsland nodig? Ja hoor, de beroemde groene sticker. We moeten een milieusticker op de voorruit gaan plakken om aan te tonen dat een elektrische auto weinig emissie uitstoot en dus in de stadskern mag gaan rijden. Maar ja, iedereen weet, een elektrische auto stoot niks uit. Dus het is eigenlijk weer iets extra's om op de raam te plakken. En wat eigenlijk helemaal geen nut heeft. Want we kunnen heel makkelijk ook het kenteken zichtbaar maken voor alle landen in de Europese Unie. Dat het een elektrische auto is. En Engeland heeft dat mooi gedaan door een groene balk aan de buitenkant te zetten. Dus mensen in Europa, het is misschien een idee. Nou, dit is dan de beroemde sticker met het kenteken. En die gaan we mooi aan de binnenzijde van de voorruit plakken. En de sticker zit erop. We mogen nu Berlijn binnen. Niet dat het echt mooi is, maar ja, het moet. Nou, het is nu 1:50. En het is buiten aardig donker. We gaan nu richting Berlijn. Alles staat erin. En we gaan even de trip controleren. De trip die staat op 0-0-0. En we gaan een avondrit maken naar Mariaborg. Dat is een stukje oude Oost- en West-Duitse grens. En dan vervolgens gaan we door naar Berlijn. We gaan het eventjes instellen waar we naartoe gaan. We gaan naar Hotel Eurostar in Berlijn. En dan moeten we even een tussenstop invoeren. Stop invoeren. Gedenkstätte. Deutsche Teilung. Mariaborg. En dan gaat hij eens even kijken waar we naartoe moeten. We moeten naar de supercharger Liepental. En als het goed is, houden we daar 13% over. Opladen nodig om uw bestemming te bereiken. Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar we gaan eerst 2 uur en 20 minuten rijden, 240 kilometer, naar Liepental, de supercharger daar. En als het goed is, komen we daar om 3 uur 21 aan. We naderen dus een beetje Eindhoven. En we hebben een snelheid van 121 km per uur. En zoals je kan zien, hebben we geen 11% meer over, maar 7% om de supercharger in Liepental te halen. Dus ik verwacht met deze snelheid, omdat we nu 's avonds rijden, dat het verbruik toch iets hoger zal zijn. En dat hij over een half uur of zo een alternatieve stop inplant voor snel te laden. Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk richting de 250 kilowatt laders te gaan. Dan gaat het lekker snel. En we hoeven de auto niet helemaal tot 100% vol te gooien. Maar ik kies meestal voor een 80%. En dan heb je ongeveer een uurtje of drie rijden naar de volgende stop. En dat is net voldoende om een sanitaire stop te maken, een bakje koffie te pakken. Even de benen te strekken. 20 minuten laden, 25 minuten laden. En dan kun je weer verder. Dus nu 7,7 kilometer naar de afslag Duisburg-Venlo. En over 1 uur 59 minuten, of 1 uur 58 minuten nu, en 201 kilometer, dan zijn we in Liepental, Duitsland. Hier heb je links het VDL-hoofdkantoor zitten. En VDL is onder andere bekend van Netcar. Maar er werken ongeveer 17.000 mensen bij de VDL-groep.
ofwel de van de leegte groep. Nou, hier heb je dan een stukje technische gegevens over de luchtvering, de rijhoogte, de ingaande en de uitgaande demping en de carrosserieversnelling. En daaruit rekent de computer supersnel uit wat de beste vering is. En hij past het ook heel netjes aan. En ik moet zeggen, dit is echt wel next level luchtvering. Mercedes is fijn, maar ik vind dit zeker zo fijn. We hebben nog 6% over om in het Liepental te komen. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. En anders pakken we gewoon een stop eerder. En nu zitten wij in Duitsland. 42 kilometer naar Hannover. Hij zegt dat hij hier de 5% overhouden. Nou, we gaan het bekijken. Ik denk dat we een stop eerder moeten nemen. We rijden nu 119. Dus we proberen een beetje deze snelheid aan te houden om te zorgen dat we Liepental kunnen halen. En we zijn aangekomen bij de supercharger. In het verleden zijn we hier al een keer geweest. Het zijn een paar stalls. Het is 7% over. En hier aan de rechtse kant, daar zie je de Tesla superchargers. Moet je even omrijden. Sla rechtsaf naar Strabach. En daar heb je ook de Ionity staan. Uw bestemming is aan de rechterkant. Dan moeten we eventjes doorrijden. Dan hebben we daar de Ionity stalls. Er is een paar meer bijgezet. En dan moeten we doorrijden hier. En dan staan daar de Tesla superchargers. 7 stuks, 8 stuks. Nou, we pakken mooi de middelste maar. Was allemaal net. Dan zitten we in de P-stand. Dan gaan we even kijken wat het verbruik is geweest. We hebben 243 kilometer gereden, 2 uur 16 minuten over gedaan, 233 wattuur per kilometer verbruikt. Opladen, we gaan de laadpoort openen en we gaan eens kijken met hoeveel kW dat hij gaat laden. Nou, hij begint op te lopen. We hebben hem ingesteld op 90% opladen. En hij gaat 78, 108 kilowatt, 145, 152, 154, 156. Ik denk niet dat we de 250 aan gaan tikken. Maar we kijken even hoe het gaat. 162. We tikken de 258 aan kilowatt aan. Nu zakt hij terug naar 252. En dan laat hij 1452 kilometer per uur. We hebben 9 kilowatt geladen tot nu toe. Dus we moeten nog eventjes gaan.
We hebben hier 8 stalls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 keer een V3, 250 kilowatt. We beginnen nu wat te zakken. 138 kW op 54%. En we zouden het nu net kunnen halen. Maar ja. We wachten nog 10 minuutjes. Terwijl wij eventjes nog 7 minuten moeten wachten, heeft de vrouw achterin ook het schermpje gevonden. En zei, oh, we kunnen naar YouTube kijken. Ja, en we laden nu met 92 kW. We hebben totaal 62 kWh geladen. 1 minuutje nog, zegt hij. Maar in principe zou het moeten lukken. We houden zo 17% over om bij de volgende supercharger aan te komen. En dat is een supercharger 227 kilometer hiervan verwijderd. En het duurt ongeveer 1 uur en 3 kwartier. En dan zijn we daar. Nou, ik vind het goed. We gaan hem stoppen. Hij zegt het ook, voldoende energie om uw rit te vervolgen. Oké. Nou, voldoende opgeladen voor de rit. Het zou nog 13 minuten duren om op 90% te komen. Maar ja, met 87 kilowatt kunnen we beter zorgen dat we verder leeg is bij de volgende supercharger. Dus we gaan hem afsluiten. En we komen nu aan zo'n beetje in Lerre, Lerre. Sla rechtsaf naar In den Loboken. In den Loboken. Ik ben al eerder geweest, als het goed is zit het aan de linkerkant hier direct. Het is nog lekker, lekker rustig. Sla linksaf om op In den Loboken te blijven. Shell. En daarachter staan ze. Uw bestemming is aan de rechterkant. Staan de V3's. Staan er voldoende. Nou, we zijn aangekomen in Lerre. Of Lerre. Ik ben vorige keer ook geweest. Op deze positie heb ik zo'n beetje de fotoreportage gemaakt voor de Tesla Wens Stichting. En deze foto kwam ook in Telegraaf terecht. We hebben nu sinds de laatste stop hebben 229 kilometer gereden. 53 kilowattuur verbruikt. Met een gemiddeld energieverbruik van 233 wattuur per kilometer. Vanaf Tilburg hebben we nu 472 kilometer afgelegd. 110 kilowattuur verbruikt. Op een gemiddelde van 233 wattuur per kilometer. Dus we hebben nu 17% over. En we gaan hem lekker volgooien. Ik denk tot 100% hier. Want dan kunnen we mooi Berlijn halen. En dan hoef ik niet nog een keer extra te stoppen. Dus we gaan eens kijken hoe snel dat hij kan laden hier. Maar hij loopt flink op. We zitten nu op 246, 251, 258. Ja, dat is echt wel het maximale wat deze kan laden. Dus we laden nu met 1420 km per uur. 257 kilowatt. Nou, het zonnetje begint op te komen. De Tesla plat is eventjes aan het opladen. We gaan hem helemaal volgooien. We hebben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 V3's. En hier zijn we dan bij de oude grensovergang Mariaborn. Zeg maar de grens tussen
Oost- en West-Duitsland. Ze noemen het ook wel de systeemgrenzen, ofwel de Cold War border. En hier kwam je dus vanuit het westen naar binnen. En dan moest je in de rij staan om door te kunnen naar West-Berlijn. Dus je ging eigenlijk over een snelweg die van West-Duitsland door Oost-Duitsland loopt. Waar we nu nog steeds door naar Berlijn kunnen. En dit waren de grenswachterspoortjes. Dus hier zijn heel wat mensen doorheen gegaan. Het is nu een gedenkstätte, dus een memorial. Dan zijn we hier bij de gedenkstätte van Marieborn, dus de grens eigenlijk van het oude IJzeren Gordijn. Met hokjes. En daar kwam je dus door naar binnen. Vanuit de west naar Oost-Berlijn. En we zitten nu op weg van de gedenkstätte naar Berlijn. Alleen we zijn eigenlijk veel te vroeg in Berlijn, dus ik heb besloten om eventjes naar de Gigafabriek Berlin-Brandenburger te rijden. Dus kijken hoe ver het ervoor staat in de nieuwe Tesla-fabriek in Berlijn. Eens kijken hoe ver we erop kunnen komen. En of we zo'n mooie foto kunnen maken hier. Let op, werkzaamheden. Op en neem de derde afslag. En als we dan toch in Berlijn zijn, nou, dan rij ik eventjes langs Gigafactory Berlin, waar op dit moment de Model S gemaakt worden. En we zijn nu in Berlijn. We gaan nog even naar een Tesla Supercharger om wat juice erin te stoppen. We hebben namelijk nog maar 20%. Ja, de auto staat 2 dagen in een parkeergarage. Dus we moeten wel zorgen dat er wat power in zit. En de supercharger is eigenlijk een meter of 600 van ons hotel vandaan. Dus dat komt goed uit. Nou, in deze parkeergarage zit de... Ik
Er zit een supercharger. En dan heb je hier de superchargers in de parkeergarage zitten. En er staan er genoeg. Dus we gaan hem even hier opladen. En we zijn hier in Berlin, Germany, Gleisdreieck. Beetje lastig vinden, want het zit in een parkeergarage en de slagboom was eruit gereden. Dus we gaan eens even kijken wat die gedaan heeft, de auto. We gaan naar Ritten. En sinds het opladen hebben we 66 kWh verbruikt. 217 watt per kilometer verbruikt. 304 kilometer gereden. En de totale afstand nu vanaf Tilburg is 776 kilometer. En 178 kWh verbruikt. Met een verbruik van 227 wattuur per kilometer. Dus we gaan hem nu eventjes opladen. En dan gaan we naar ons hotel toe. En dat zijn mooie V3's. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, ze zijn een heleboel. Klopt helemaal door tot achteraan toe. Dus voldoende plaats hier. En we zijn aangekomen op het Eurostar Hotel Berlin. En Berlijn is natuurlijk bekend om zijn trabantjes. En er staan er hier een paar. Ik geloof niet dat de trabantjes 282 of 322 kunnen halen. Er zou ook een heel andere techniek in zitten. Maar dan zie je wel eens een beetje de vooruitgang van de automobielindustrie. Tesla Model S plat. En de veel goedkopere Duitse trabantjes. En achter heb je nog een stukje van de Duitse muur. En nu komen ze een beetje langs checkpoint Bravo. Dat was zeg maar het einde van West-Berlijn. Checkpoint Bravo. Dus hier zat je eigenlijk weer in Oost-Duitsland. Kijk, en zo kun je het jokestuur goed vasthouden. Je kan lekker bovenop rusten.
Je hebt een goed overzicht over je display. Flitspaal variabele snelheid. Oh. Ja, die mag eigenlijk niet in Duitsland. Flitsmeister. Zelfs een passagier mag hem niet aannemen. En hier hebben we de flitspalen. Hier zie je trouwens nog de Model IJs die uit de fabriek uit Berlijn komen. Oké, we hebben de auto voorbereid op drekstipmode. Hij is klaar voor launch, zeg maar. Dan gaat je in principe van 0 naar 100 in 2,2 seconden, zeg maar ongeveer. Dus we gaan het even kijken. Dus dan mag het eruit. We zijn in Duitsland, dus hier mag het. Ga rechtdoor en neem de oprit A2. Nou, we houden de rem erop. Blijft gewoon doorgaan tot de 282 km per uur. Het is leuk om een keer te doen, maar als je je vrouw achterin hebt zitten, ja, die vindt het niet zo leuk. Maar je kan gewoon de kracht zien van de auto. Het is 1050 pk wat loskomt en ook in één keer loskomt. En het gewoon blijft gaan en zoals je bijvoorbeeld met een BMW hebt, heb je maar 10 seconden superpower. Ja, de Tesla die blijft gewoon gaan door de speciale motoren die erop zitten met carbon. Waardoor de hitte zeg maar beter wordt gedoseerd. En dat dus ook de motoren niet oververhit raken. En ook in dit geval gewoon vanuit, je bent gewoon weg. Dus je hebt meteen koppel. En daar is wat allemaal om draait. Als je even snel er tussenuit moet, dan lukt het. Dus dit was de drekstripmode van de Tesla Model S Plaid. We zetten nu de drekstrip mode gewoon uit. Dus het lampje weg. En dan heb je gewoon de plat snelheid. Sportmotor staat aan. En in principe zou deze auto nu volgens de cijfers 322 km per uur kunnen. Alleen dan moet je wel keramische remschijven hebben. Deze auto is afgesteld op 282 km. Topsnelheid. En dat is voor de veiligheid in verband met de remmen. Er komt geen apart aerodynamisch pakket. Het is gewoon alleen de optie voor keramische remschijven. En dat gaat je ongeveer een 20.000 euro kosten. Bijna gedaan met de snelheid. We komen van Duitsland direct bij Lutte, de grens over en Nederland binnen. Ja, het is nog geen 7 uur 's avonds, dus dan mogen we maar 100 km per uur. We zijn in Nederland
we mogen weer 100 km per uur. Sla linksaf. We zijn bijna thuis. Dat kan je over de auto zeggen. Super vering, super vermogen, super fijne stoelen. Jammer genoeg wel zonder de massagefunctie. Perfect koppel. Ontzettend veel power. Goed op de weg te brengen. Alleen als het licht vochtig is, dan merk je wel dat hij de moed heeft om heel de power over te brengen op de weg. Ondanks de 295 sloffen aan de achterkant en de 265 sloffen aan de voorkant. De Michelin Sports. Een super audio systeem. Eén nadeel, het spiegeltje gaat wel wat klapperen als je het volume volledig openzet. Maar ja, dat is ook niet zo gek. Als je hoort wat voor wattage er uit het audio systeem komt, ja, dan trilt alles wel mee. Inclusief de binnenspiegel bij de Tesla. Verder geen fouten kunnen merken aan de exterieur, interieur, geen gaps. Netjes afgebouwd. Je merkt gewoon weer dat deze auto weer een stuk next level is ten opzichte van de eerdere modellen S. En ja, zeker ook een zeer gunstig verbruik. We hebben nu in totaal 1474 kilometer gereden. Naar Berlijn en terug. Ja, dat is even een waarschuwingssysteem. Hij denkt dat ik op die auto rijd. Maar ja, dat doen we natuurlijk niet. 1474 kilometer gereden. 337 kilowattuur geladen. Gemiddeld verbruik van 229 wattuur de kilometers. Wat neerkomt op 22,9 kilowattuur per 100 kilometer. En dat is zeer netjes te noemen. Zeker met de snelheden die we gereden hebben, van eigenlijk constant boven de 150, 160 km per uur. Ja, dan heb je gewoon een goed bereik. De Volkswagen ID.Bus, die reed met 100 km per uur, 32,9 kWh. Dus, chapeau Tesla. Gunstig in het verbruik. Genoeg oplaadmogelijkheden. En we zijn weer thuis. Tilburg, Berlijn, Tilburg. En we parkeren de auto eventjes netjes. En ook het jookstuur is voor mij een perfect stuur. Dus eventjes wennen in het begin. Ja, dan praat je echt over een minuutje of vijf van mij. En eigenlijk zou ik niks anders willen als het jookstuur. Dus dit was het. De rit Tilburg, Berlijn, Tilburg. In 2 dagen tijd. Een duurtest van ruim 1474 kilometers. En hier staat alle data. Sinds het laatste opladen 176 kilometer, 40 kilowattuur geladen, 229 wattuur de kilometers. Totaal afstand Berlijn toe 1474. 337 kilowattuur geladen, 229 wattuur de kilometers. En rit B is vanaf dat we de auto hebben, 1812 kilometer, 407 kilowattuur geladen. En een gemiddeld verbruik van 224 wattuur de kilometers.